Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers. Nieuw Business Radio Update met Ron Lemmens. Hartelijk welkom bij deze nieuwe Nieuw Business Radio Update. En jij kent het wellicht wel als ondernemer. Komt een moment dat je toch denkt van wat als ik mijn werkingen kan uitoefenen door wat voor reden dan ook. Ja, dan is het toch handig als je daarvoor gedekt bent, andere woorden, een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt afgesloten. Maar de vraag is ook wanneer, hoe en wat voor soorten zijn er, of doe je dat pas veel later? Ik ga hierover praten in deze update met Luwina Bisschop, AOV-expert bij Univeen. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. Ja, van harte welkom in de studio. Ja, ik zei net eigenlijk al even in de inleiding. Het is een eerste plaats een discussie die bij de overheid veel gevoerd wordt op dit moment. Maar ook een vraag die bij ondernemers leeft. Wanneer moet je nu starten met een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Want ik kan me voorstellen, laten we beginnen bij de beginnende ondernemer. Als je begint, dan wil je eigenlijk toch zoveel mogelijk weer terug in je bedrijf stoppen om je bedrijf verder te doen groeien. En dan komt er zo'n verzekering waarvan je misschien kan denken, ach, heb ik niet nodig, mij overkomt niks. Maar dan gebeurt het in één keer wel en dan ben je toch blij dat het er is. Absoluut, ben ik ook heel met je eens. En het is ook best lastig om dat voor jezelf in te schatten. Wanneer het nodig is of niet. Als ik in ieder geval kijk naar wat er bij ons gebeurt, dan zie ik dat ondernemers vaak rond hun 30ste, 35ste daar echt serieus over beginnen na te denken. En op zich is dat ook wel logisch. Want vaak is dat het moment dat je soms wat gaat settelen. Je krijgt misschien een partner, je krijgt kinderen, je gaat je eerste huis kopen. Ja, en dan wordt het leven vaak een stukje serieuzer. Maar dan worden er ook meer mensen afhankelijk van je inkomen. En ook zelf word je meer afhankelijk van je inkomen. Terwijl dat eerder misschien wat minder spannend was. Ja. Dus dat is vaak een belangrijk moment. Dat is een belangrijk moment. Dan moet je gaan kiezen. Dan heb je dus eigenlijk besloten om dan zo'n verzekering af te sluiten. Wellicht over een aantal jaar is het zelfs gewoon verplichte kost. Zegt de overheid, dit is een vereiste als je als zelfstandig ondernemer aan de gang gaat. Ja. Goed, is nog niet zo ver. Maar dan moet je dus aan de gang en dan moet je informatie gaan inwinnen. Waar begin je eigenlijk als beginnend ondernemer? Of nou, misschien ben je al een aantal jaren bezig. Kan natuurlijk ook. Ja, er zijn natuurlijk op dit moment best wel veel manieren om je arbeidsongeschiktheid af te dekken. Hè, voor als je ziek wordt of een ongeval krijgt. Allereerst denk ik dat het goed is om eerst even bij jezelf te kijken van hoe belangrijk is het voor mij? Heb ik bijvoorbeeld veel vaste lasten? Zijn er veel mensen in mijn omgeving afhankelijk van mijn inkomen? En heb ik misschien al iets geregeld? En dat zijn denk ik even drie basisdingen. Daar kun je bij jezelf even goed bij nadenken van hoe is dat bij mij geregeld? Wil je bijvoorbeeld nog thuis? Kan gebeuren als je net start. Hè, dan is het wat minder spannend als je langdurig of in ieder geval ziek wordt. Dan dat je bijvoorbeeld een eigen huis hebt of getrouwd bent met kinderen en alles. Maar het kan bijvoorbeeld ook prima zijn dat je bijvoorbeeld een partner hebt met inkomen. En dat je hebt afgesproken dat je het op één inkomen prima kan dragen. Nou, ook dan is misschien de noodzaak wat minder hoog om voor jezelf iets te regelen. Dus ik denk altijd, kijk eerst even naar jezelf en beantwoord die drie vragen voor jezelf. Dus hele heldere tip. Zijn hier veel misverstanden over eigenlijk? Is jouw idee? Dat het veel voorkomt dat er onwetendheid is? Ja, dat denk ik absoluut. Ik denk dat iedereen, ikzelf misschien ook wel, maar zeker ook ondernemers, die denken vaak van weet je, dat overkomt mij niet. Ik raak niet ziek, mij overkomt niks. Maar cijfers wijzen gewoon uit dat ondernemers ook een behoorlijke kans hebben om toch een keer wat mee te maken, waardoor ze kort of langdurig arbeidsongeschikt zijn. En het bijzondere daarin is misschien nog wel, is dat wij denken vaak dat fysieke beroepen, bijvoorbeeld in de bouw of een agrariër, dat die meer kans hebben op arbeidsongeschiktheid. Ja. Dus dan denk je al meteen, oké, dan hebben ze meer kans. Stel dat dat zo is. Ja? Dat zal ook wel dan aan de premie te merken zijn. Dat hoeft niet per definitie. Als je in ieder geval kijkt naar een verzekering. Want je kunt namelijk zo'n verzekering helemaal op maat samenstellen. Dus dat is niet per definitie altijd dat het duur is. Of dat je daarvoor een duurdere verzekering hebt. Nee, nu zei je, het is vaak zo dat als je eigenlijk een beroep hebt waarbij je meer risico loopt. Ja. Zijn daar misverstanden over?
In de zin van dat men denkt dat daar dus een arbeidsongeschiktheidsverzekering alleen maar goed voor is. Of een kantoorbaan, ach, daar kan toch niks gebeuren. Is dat eigenlijk wat je bedoelt? Ja, dat is eigenlijk wat ik wou zeggen inderdaad. Men denkt vaak bij zware fysieke beroepen, heeft men sneller de neiging om te denken, ik heb zoiets nodig, hè, voor als mij iets overkomt. En dan denkt men natuurlijk ook vaak aan ongevallen. Maar wat we juist ook zien, is dat juist bij zittende beroepen, en zeg maar wat licht fysiekere beroepen, dat je niet heel veel zwaar werk hoeft te doen, dat eigenlijk daar de mate van arbeidsongeschiktheid bijna net zo vaak voorkomt. Ja, want het is een nieuwe roker natuurlijk. Dat klopt. En wat je bij zittende beroepen ook best wel veel ziet, is dat dat vaak mentaal een behoorlijke druk met zich meebrengt. Dus wat je vaak bij de fysiekere beroepen ziet, is dat men sneller wat aan het even of aan het bewegingsapparaat krijgt. Maar bij de zittende beroepen, ja, dat men toch ook wel sneller wel eens wat mentale klachten ontwikkelt. En ook dat, daarmee kun je ook uitvallen. En dan heb je ook hetzelfde probleem. Ja, want zo zijn er eigenlijk heel veel ziektes die je in één keer, je kunt noem bijvoorbeeld kanker, vormen van kanker. Dat is zo'n sluiper eigenlijk waar je niet altijd bij stilstaat. Nee. Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering toch? Klopt, dat is juist inderdaad iets waar de meeste mensen juist helemaal niet bij stilstaan. Terwijl dat als je in je eigen omgeving kijkt, je vaak eigenlijk altijd wel iemand kent die het helaas is overkomen. En dat zijn ook van die dingen die overkomen je en daar kun je ook niks aan doen. Het gebeurt je. En daarbij is dat je, als je dat overkomt, dan ben je ook gelijk vaak wel langdurig uit de running. Dat is vaak niet 1, 2, 3 opgelost. Dus dat zijn hele heftige evenementen voor iemand. Ja. Nu even naar de praktijk. Want dan heb je uiteindelijk besloten van oké, het moet er gaan komen. Ja. Dan moet daar een indexatie plaatsvinden, denk ik. Van hoe ga je jezelf laten verzekeren? Wat zijn de parameters waar je aan kan draaien, bij wijze van spreken? Nou, voor een verzekering heb je best wel veel opties om aan te draaien. En het verschilt natuurlijk ook nog wel een beetje welke verzekering je af wil sluiten. Maar je kunt in ieder geval kiezen voor de hoogte van je verzekerbedrag. Hoeveel inkomen wil ik verzekeren? Je kunt bijvoorbeeld je eigen risicotermijn. Heb je zelf best wel wat geld waarmee je de eerste maanden prima rond kunt komen? Hè, dan kun je zeggen van nou, ik hoef pas na 3 of 4 maanden een uitkering te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor de vorm van arbeidsongeschiktheid. Je kunt arbeidsongeschiktheid voor je beroep kiezen. Dat betekent als je ziek wordt en je kunt daardoor je beroep niet meer uitoefenen, dat je dan een uitkering krijgt. Maar je hebt bijvoorbeeld ook passende arbeid. Dat betekent dat je ziek wordt, maar stel je voor dat je nog wel een ander soort werk kunt uitoefenen, dan krijg je dus niet altijd een uitkering. Dus je kunt ook nog de gradatie bepalen, zeg maar, hoe je verzekerd wil worden. Dus er zijn zoveel knoppen waar je aan kan draaien. Ja, dan heb je het over die parameters als het ware, hè? De knoppen waar je aan kan draaien. Nou, daarmee bepaal je ook of je premie hoog of laag is. Nou, daar gaan we straks nog wel eventjes over hebben. Ja. Maar dan de varianten, want er is niet één variant, er zijn er meer. Hè? Je kan op meer verschillende manieren een arbeidsongeschiktheidsverzekering laten werken voor je. Klopt. En je hebt ook niet alleen verzekeringen. Je hebt ook gewoon nog andere manieren, zeg maar, hè, om je arbeidsongeschiktheid, of als je ziek wordt, of uitval door een ongeval, om daar iets voor te regelen. En de eerste waar de meeste ondernemers niet aan denken, vooral startende ondernemers, is bijvoorbeeld de vrijwillige ziektewet via het UWV. Oh? Als jij eerst een werknemer bent geweest en je begint daarna voor jezelf, dan mag jij, en er zit wel een voorwaarde aan vast, binnen 13 weken je aanmelden bij het UWV. En dan kun je gewoon nog een ziektewet afsluiten bij het UWV. En die duurt maximaal 2 jaar mocht je ziek worden. Maar het is wel een mooie variant voor als je uit loondienst komt en voor jezelf begint, om in eerste instantie even wat af te dekken en iets geregeld te hebben. Ja, even kijken, lukt dat ondernemerschap me wel? Bijvoorbeeld, inderdaad. Ja. Ja. En als het eenmaal wat beter gaat, je kunt zelfs voor na die 2 jaar ook nog een VIA-verzekering via het UWV afsluiten, zodat je ook na die 2 jaar gewoon nog verzekerd bent. Maar let op, dit geldt alleen voor de startende ondernemers. Ja. Ben je dus al een aantal jaar ondernemer, dan geldt deze optie helaas niet meer voor. Maar goed, als je dit eenmaal afsluit en je blijft ondernemen, kan je in ieder geval via UWV verzekerd blijven. Ja. En een, voordeel ervan is daar is ook geen medische keuring. Dus je wordt altijd geaccepteerd. En nadeel is dat het UWV wel een maximum bedrag aanhoudt. Dus je kunt niet bij wijze van spreken 100.000 euro daar verzekeren. Het zijn wat lagere bedragen.
Maar goed, je kan zorgen in ieder geval dat je je brood op de plank blijft houden. Dat Absoluut. Is wel belangrijk. En je onderdak. Ja. Wat zijn de andere varianten? Nou, een tweede variant, en ik denk ook best wel populair onder ondernemers, is inmiddels de broodfondsen. Dat zijn collectieve, zeg maar, stichtingen, verenigingen, waar ondernemers zich bij aanvoegen. Meestal zijn het tussen de 20 en de 50 ondernemers bij elkaar. Die kennen elkaar vaak ook. En die stoppen eigenlijk gewoon geld in een potje. Ze noemen het ook wel schenkkring. En uit dat potje wordt dan, op het moment dat een van die ondernemers ziek wordt, wordt dan zeg maar daar de uitkering van betaald. Dat wordt gezien als een schenking en dat is dus ook niet aftrekbaar. Maar een groot voordeel daarvan is bijvoorbeeld, is dat je dat geld niet gelijk helemaal kwijt bent. Want wordt dat geld namelijk niet gebruikt, dan kun je dat als ondernemer op een bepaald moment, als je er bijvoorbeeld uitstapt, weer terugkrijgen. Wel moet je goed rekening houden dat het vaak maar voor maximaal 2 jaar is. En dat je mede-ondernemers bepalen of jij ziek bent of niet. En daar moet je wel een goed gevoel bij hebben. En daarbij, want nu zeg je iets, een broodfonds, het is vaak een groep ondernemers. Maar hoe kan je nu toetsen of zo'n fonds daadwerkelijk ook wel zich aan de afspraak kan houden? Want ik kan me voorstellen dat het anders is dan een grote gerenommeerde verzekeraar. Waar dan ook, hè? We bedoel, daar hebben we het nu niet eens over. Nee. Maar hoe kan je dat toetsen? Nou ja, dat is eigenlijk wel een beetje ook het kenmerk van een broodfonds. Tuurlijk, ze werken met overeenkomsten en contracten. Dus daaraan kun je natuurlijk wel het een en ander aan achterhalen. Maar het blijft wel een basis van onderling vertrouwen. En daar zit het positieve in. Maar daar kan misschien ook af en toe een beetje spanning in zitten. Ja, en daar kan je in ieder geval voor een aantal jaar gedekt zijn. Maar dan houdt het ook op. Ja, over het algemeen is het maximaal 2 jaar. Dus het is wel echt voor de kortlopende opvang van verlies van inkomen. En is er dan nog iets wat je kan de korte termijn dekken? Is er nog iets wat je ernaast kan doen, zodat je die lange termijn ook gecoverd hebt? Ja, wat je tegenwoordig steeds vaker ziet, is dat men eigenlijk het broodfonds combineert met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Broodfonds is namelijk met de ondernemers samen, is vaak laagdrempelig, is niet, kost niet zoveel geld, maar is maar maximaal 2 jaar. En een AOW-verzekering kun je vaak tot je eindleeftijd, AOW-leeftijd afsluiten. Nou, doordat je dan de eerste 2 jaar via een broodfonds doet, kun je bij je verzekering een wachttijd nemen van 2 jaar. En dat zorgt dat je premie voor de verzekering enorm gedempt wordt. Dus zo kun je zowel voor de korte termijn als voor de langere termijn goed verzekerd zijn door een combinatie van die twee. Ja, dus als ik je nu goed begrijp, is die korte termijn verzekering eigenlijk het duurste van de twee varianten? Ja, hoeft dus, niet dus, per dus stel definitie. Je voor, we hadden het aan over die parameters. Dus stel je voor, ik ga me als ondernemer laten verzekeren en ik wil dat als ik 2 weken ziek ben, dat er een dekking is. Dan kost mij dat meer premie dan dat ik de dekking zou opschorten naar bijvoorbeeld 2 maanden of 3 maanden. Ja, daar heb jij helemaal gelijk in. Kijk, hoe langer jij zeg maar het termijn zelf kan regelen dat je opvangt met je eigen inkomen als je net ziek wordt. Bijvoorbeeld 1 maand of 2 maanden. Hoe langer die periode is, hoe lager je premie van je arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt. Ja. Dus dat is zeker zeg maar een van de knoppen ook waar je het net over had. Waar je heel goed aan kan draaien om voor jezelf ook te kijken om het betaalbaar te houden. Nou, had je nog een variant? Ja, nou eigenlijk nog twee min of meer. Je hebt namelijk bij de broodfondsen ook de online platformen, de crowdsurance. In feite is dat hetzelfde idee en systeem. Het is een schenkring van ondernemers. Alleen het is wat meer digitaal en daardoor ook wat meer anoniem. Dus dat is ook eentje, maar is wel weer wat toegankelijker. Je kunt er makkelijk aan toetreden. En natuurlijk niet te vergeten, die is er nog niet, maar er wordt veel over gesproken. En dat is de verplichte AOW die eraan zit komen. Zoals jij in het begin van het verhaal al aangaf, is de overheid druk bezig dat ze toch belangrijk vinden dat al die ondernemers hier bij ons in het land verzekerd gaan worden. En dus hebben ze in het pensioenakkoord besloten dat daar iets voor geregeld moet worden. Nou ben ik wel benieuwd, want je zei net al eventjes, bij welke verzekeraar of verzekeringsvorm dan ook, is er een bepaalde toelaatbaarheid. Hoe zit dat precies? Op het moment dat je bij wijze van spreken al iets in het verleden hebt gehad, een whiplash bij een auto-ongeluk of wat dan ook. Ja. Is dat dan iets wat nog wel verzekerd blijft als je het weer voor de 2e keer zou krijgen? Of hoe gaat dat? Nou, kijk, dat ligt eraan als je bijvoorbeeld bij een verzekering of bij een broodfonds afspreekt. Bij een broodfonds weet ik bijvoorbeeld, is er vaak geen medische acceptatie. Dus je wordt gewoon op basis van onderling vertrouwen treed je toe. Wel,
dan moet je goed op letten bij een broodfonds. Kan het zijn dat bepaalde onderdelen wel uitgesloten zijn? Er zijn broodfondsen die bijvoorbeeld geen psyche uitbetalen. Dus mocht je een burn-out krijgen, dan valt dat bij hun niet onder de dekking. Maar dat verschilt. En bij een verzekering, dan moet je medisch geaccepteerd worden. Dus dat kan een nadeel zijn. Want het betekent dat er gekeken wordt wat je in het verleden gehad hebt. En dan kan het zijn, als jij een verhoogd risico op iets hebt, nou ja, dat je daarvoor niet verzekerd kunt worden. Ja, dat is dan die acceptatie. Maar stel je dan voor even terug naar die verplichte AOV. Hè? Op het moment dat dat gaat lopen, gaat het ook dan zo zijn dat de overheid gaat toetsen welke verzekering je op dat moment misschien al afgesloten hebt. En zou dus kunnen zijn dat bijvoorbeeld een verzekering die jij hebt afgesloten buiten de regels van de overheid valt, waardoor ze zeggen dit accepteren we niet. Dat zou inderdaad kunnen. Het is wel zo dat de overheid in ieder geval heeft aangegeven dat ze het belangrijk vinden dat die ondernemer verzekerd is. En ze gaan daar inderdaad wel een aantal regels aan stellen. Maar het is niet zo dat je verplicht dan die verplichte AOV alleen mag of moet afnemen. Je mag ook zelf iets regelen, mits het dan maar aan die voorwaarden voldoet die de overheid straks stelt. Dus je kunt nu prima al wel iets gaan regelen. En je hoeft niet te wachten op die verplichte AOV. Want je mag dus ook straks zelf iets bepalen en zelf iets regelen. Je hoeft niet aan te sluiten bij die verplichte AOV. Nou, dat is wel fijn als ondernemer, want dat wil een ondernemer ook. Toch zelf dingen bepalen. Hè? Juist, ik denk dat de kern van ondernemen is. Hè? Ja. Dat je gewoon zelf bepaalt hoe je de dingen wil hebben. Ja, dan heb je de premiehoogtebepaling. Daar zitten natuurlijk mitsen en maren aan. Maar daar hoor je wel vaak van, het is een kostbare bedoeling. Ja, klopt. Feit of fabel? Nou, eigenlijk vind ik het een feit en een fabel. Tuurlijk, het is wel duurder, dat ben ik helemaal met je eens. Maar je moet ook, denk ik, realiseren dat als je eenmaal een uitkering krijgt, en je zou een uitkering krijgen tot aan je pensioen, dat je het praat over miljoenen vaak die uitgekeerd worden. Dus als je dat ook terugrekent, dan kun je ook wel, zeg maar, doordenken dat daar natuurlijk een bepaalde premie aan zit. Maar om het ook eventjes weer als een fabel te zien. Ik gaf net al aan, je hebt zelf de mogelijkheid om aan heel veel knoppen te draaien. Je hoeft bijvoorbeeld niet een AOV-verzekering te nemen tot aan je AOW-leeftijd. Je hebt ze ook met een uitkeringsperiode van 2 of 5 jaar. Daarmee kun je je premie enorm drukken, om het zo maar te zeggen. Dus daar zitten gewoon af van allerlei mogelijkheden in. Interessant. Dankjewel dat je hier naar de studie hebt willen komen. Want ja, dit zijn toch wel bepaalde dingen die je als ondernemer wellicht helemaal nog niet weet. En dat zijn vooral die kleine lettertjes, toch? Ja, inderdaad. Dat zijn vaak de kleine letters. Mag ik je danken voor de komst naar de studio. Lidwina Bisschop, AOV-expert bij Unive. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio.